we mogen, of we moeten misschien zelfs wel, weer belastingaangifte gaan doen. En dit keer is dat over afgelopen jaar. En dat is dus 2019. En in deze video gaan we kijken naar het belastingaangifte doen. We beginnen met enkele algemene tips. En daarnaast gaan we over naar onderwerpen die eigenlijk specifiek gericht zijn op de spaarders en beleggers. Dus de volgers van dit kanaal. We richten ons dan ook vooral op inkomen, woning en vermogen. En het is geen stap-voor-stap uitlegvideo, zeg maar. Het zijn gewoon de aandachtspunten, onderwerpen waar je aan moet denken als je een aangifte gaat doen. En houd er rekening mee dat ik geen financieel adviseur ben, dus doe zelf altijd nog je onderzoek daarnaast en kom je er dan niet uit, raadpleeg dan een echte financieel adviseur. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal praten we eigenlijk normaal over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder even op abonneren. Maar belastingaangifte doen is ook zeker zo'n onderwerp dat hierbij hoort. Want als je geld verdient, geld belegt, moet je dat ook meenemen in je belastingaangifte. En ik had mijn volgers afgelopen week op Instagram al gevraagd van, hebben jullie nog vragen die je graag beantwoord wilt zien rondom dit onderwerp? Laat het dan weten. Ik heb zoveel mogelijk dingen al in deze video verwerkt. Heb je nou nog nieuwe vragen die niet beantwoord zijn? Of komen er tijdens het kijken van deze video nog vragen naar boven? Laat ze dan achter in de reacties onder deze video. En dan kom ik op een later moment op terug. Iets verderop in deze video gaan we in op de onderwerpen inkomen, woning en vermogen. Maar laten we eerst beginnen met enkele algemene tips. En de eerste tip is, doe op tijd aangifte. Je kunt het nu al doen vanaf 1 maart, maar doe het aan alle tijden voor 1 mei. Zo voorkom je niet alleen een boete. Wanneer je het zelfs voor 1 april inlevert, dan heb je eigenlijk de definitieve aanslag voor 1 juli binnen. En dan krijg je dus ook je geld al heel snel gestort, als je in ieder geval verwacht dat je geld terug gaat krijgen. Dus zeker in die situatie is het verstandig om zo snel mogelijk in te vullen, omdat je dan niet zo lang hoeft te wachten op het geld. En zoals gezegd, doe het altijd voor 1 mei. Onderneem dan stappen, vul hem in of vraag verlenging aan, uitstel aan. Maar onderneem in ieder geval altijd actie voor 1 mei. Een tweede belangrijke tip is om altijd te checken wat er vooraf al ingevuld is. De Belastingdienst heeft al heel veel gegevens en probeert zoveel mogelijk vooraf al in te vullen. Dus wanneer jij je aangifte doet, zul je heel veel bankrekeningen, loon, inkomen, dat soort dingen al zien staan. Maar controleer ook altijd of het klopt wat de Belastingdienst heeft gedaan, wat ze hebben ingevuld. Uiteindelijk ben jij namelijk altijd degene die verantwoordelijk is voor die informatie. Dus kijk welke bedragen zij hebben ingevuld. Controleer het met jouw administratie. En als het allemaal klopt, ga dan pas verder. Maar ga er dus niet sowieso van uit dat alles wat al ingevuld staat, dat ook altijd correct is. De derde tip is om te controleren op aftrekposten. Er zijn heel veel verschillende aftrekposten en die zijn voor heel veel verschillende mensen ook geldig. Grote kans dat er altijd wel één of meerdere van toepassing zijn op jou. Dus wanneer je hebt berekend wat je in box 1, 2 en 3 moet betalen aan belasting, komen de aftrekposten aan bod. Ga daar goed kijken of er aftrekposten zijn waar jij gebruik van kunt maken. Want op die manier kun je te betalen bedrag eigenlijk een stuk verlagen, daar veel geld mee verdienen. En later in deze video zal ik enkele posten daarvan behandelen. En de laatste tip is om de belastingaangifte van vorig jaar erbij te pakken. Dat is zeker aan te raden wanneer je situatie weinig of niet veranderd is. Misschien is je salaris wel iets veranderd, maar woon je nog steeds in hetzelfde huis met dezelfde vrouw en heb je nog steeds de kinderen die thuis wonen. Nou, dan kun je natuurlijk gaan kijken wat je vorig jaar hebt ingevuld en kun je op die manier natuurlijk sneller door je aangifte van dit jaar heen. En nu we deze tips hebben behandeld, kunnen we beginnen eigenlijk aan de onderwerpen van de aangifte. En de eerste daarvan is het inkomen. En er zijn natuurlijk verschillende soorten van inkomen. Maar de eerste waar wij naar gaan kijken is inkomen uit loondienst. Want de meeste kijkers van mijn kanaal zullen in loondienst zijn. Je ontvangt een salaris van je werkgever. Ga dan kijken in het onderdeel van wat is er al ingevuld. Want de meeste informatie zal al ingevuld zijn. Je werkgever geeft namelijk eigenlijk heel veel informatie al door aan de Belastingdienst gedurende het jaar of aan het einde van het jaar. Dus dat zal al voor werk zijn. Controleer dus wat erin is gevuld. Pak je eigen jaaropgave erbij. Die krijg je ook telkens van je werkgever elk jaar. En op deze jaaropgave staat eigenlijk je fiscale jaarloon. Daar staat dus je salaris, eventuele bijtelling, andere onkostenvergoedingen die je hebt gehad. En dat is eigenlijk de basis die je nodig hebt voor je belastingaangifte. En zeker als je alleen in loondienst bent en je hebt dus je jaaropgave bij de hand, dan moet het wel lukken om binnen een paar minuten dit gedeelte in te vullen. Veel informatie weet je al en de andere staat dus op die fiscale jaaropgave. Denk er trouwens wel aan dat je hier ook je reiskosten kunt verrekenen. Zeker wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer en dat je werkgever die kosten nog niet heeft vergoed. Dus maak jij gebruik van het openbaar vervoer om naar je werk te gaan en doe je dat op eigen kosten. Ga dan zeker dit onderdeel bekijken. Je kunt je namelijk geld, of je eigenlijk je kosten opgeven en daardoor dus
ook je belasting eigenlijk omlaag brengen met een maximum van meer dan 2100 euro. Dus het is zeker de moeite waard om hiernaar te kijken als je dus van het openbaar vervoer gebruik maakt. Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden van toepassing, maar het is zeker een interessant onderwerp om naar te kijken, juist omdat je hier enkele duizenden euro zo makkelijk mee kunt besparen. Een tweede onderdeel bij het inkomen is inkomen uit pensioen en andere uitkeringen. Dan zullen niet zo heel veel mensen van mijn kanaal de leeftijd hebben om al pensioen te hebben. Dus ik ga hier niet heel specifiek op in. De tweede reden is namelijk ook dat er heel veel soorten zijn. Maar ga hier vooral kijken welke soort van pensioen of uitkering ontvang je. En hoe is het dan met de loonbelasting geregeld? Want ook daar zit een stukje loonbelasting in wat je eventueel hierop moet geven. Bij de meeste uitkeringen zal het trouwens al verrekend zijn. Krijg je dus al een netto gedeelte. En kun je dat hier gewoon aangeven waardoor je eigenlijk je belasting al hebt betaald over dit inkomen. En ook hier geldt dat meestal de informatie al is ingevuld natuurlijk. Want aan de ene kant door het pensioenfonds is het al bekend bij de Belastingdienst. En als je pensioen krijgt of AOW of een uitkering, dat is al vanuit de overheid. Dus zij zijn degene die de gegevens al bij de Belastingdienst hebben aangegeven. Maar ondanks dat zij het dus zelf invullen en zelf beheren, is het jouw taak om te controleren en kijken of het ook echt klopt. En tenslotte is er ook nog het inkomen uit overig werk. En hierbij zou je dan kunnen denken aan een uit de hand gelopen hobby. Misschien knutsel je wat in je vrije tijd, schilder je wat of handel je op marktplaats. Of heb je misschien wel een eigen website waar je op een of andere manier wat mee verdient, maar je hebt nog geen Kamer van Koophandel inschrijving. Dan is dat hier van toepassing dus op overig werk, eigenlijk inkomen uit andere bronnen. Als je op die manier inkomen hebt, en ook vaak op structurele basis, niet één keer in een jaar misschien, maar vooral als je regelmatig wat verkoopt, regelmatig inkomen hebt uit je website, dan kun je dat hier dus opgeven, dan moet je dat hier ook opgeven, maar je kunt dan wel de kosten die je hebt gemaakt om die inkomsten te hebben ervan aftrekken. Dus geef alleen het gedeelte op wat je eigenlijk echt als winst hebt gemaakt daarop. Dus stel je hebt een website en je verdient op die manier 50 euro in de maand, maar het kost je ook 30 euro. Geef dan die 20 euro in de maand op. Want deze 20 euro is eigenlijk de winst en dus ook de inkomen die je daaraan overhoudt aan die overige werkzaamheden zoals de Belastingdienst het noemt. Als je nou wel bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dus een eigen onderneming hebt, dan kun je dat tijdens de aangifte ook aangeven bij winst uit eigen onderneming. Dan pak je gewoon de cijfers die je uit de jaarrekening haalt. Dus als je een boekhouder hebt bijvoorbeeld, die zal dat voor jou opstellen. Daar kun je daar de cijfers uit halen. Maar vaak zal het zo zijn dat in dat geval de boekhouder waarschijnlijk ook wel jouw inkomstenbelasting doet. Dus dan hoef je daar geen rekening mee te houden. En daarom ga ik er niet verder op in. Maar het is eigenlijk wel hetzelfde tarief en dezelfde gegevens die je gedurende dit proces dus in kunt vullen op die manier. En het wordt ook op dezelfde manier belast als inkomen uit loondienst. En al deze inkomens die we zojuist besproken hebben worden dus belast in box 1. En laten we ook gaan kijken naar de tarieven van deze box. Voor 2019 hebben we dan een belastbaar inkomen tot en met 20.384 euro. Dan wordt het belast met 36,65%. Gaan we naar de volgende schijf en die begint dus bij die 20.384 en gaat door tot 68.507 en die schijf wordt belast met 38,1% en alles wat je meer verdient dan 68.508 euro wordt belast tegen een tarief van 51,75%. Kijk dan bijvoorbeeld naar wat een gemiddelde Nederlander verdient. Het modale inkomen, dat ligt op 36.000 euro de laatste jaren. En maken we voor dat bedrag dus een berekening, dan zul je zien dat in de eerste schijf de 20.384 euro wordt belast tegen die 36,65%, oftewel 7.470 euro belasting. Al het andere valt eigenlijk in de tweede schijf, dus die 36.000 die we hebben min wat we al hebben betaald in schijf 1, blijft er nog 15.616 euro over. Die wordt belast tegen 38,1%, oftewel 5.949 euro. En als we dat optellen bij die bijna 7.500 euro, zul je zien dat je in totaal 13.419 euro belasting betaalt over het inkomen dus van 36.000 euro. En dit is dus het belasting over dit inkomen. Zoals gezegd zijn er nog aftrekposten en dat soort dingen, maar die gaan we later in deze video nog behandelen. We gaan nu eerst weer kijken naar het volgende onderdeel en dat is de woning. En de Belastingdienst ziet jouw eigen woning ook als een vorm van inkomen. Het is namelijk zo dat eigenlijk huizen altijd op de lange termijn meer waard worden. Dus eigenlijk als je een huis bezit, wordt het meer waard gedurende het jaar. Dus eigenlijk op die manier heb je een inkomen verdiend, je hebt er geld aan verdiend. Dat is de logica van de Belastingdienst in ieder geval. En aangezien je dus eigenlijk geld hebt verdiend op deze manier, willen ze natuurlijk daar ook belasting over heffen. Dit geldt natuurlijk alleen op eigen woningen, dus niet op een huis waar je wel inwoont, maar wat je huurt. Dus niet op huurhuizen. Echt huizen waarvan jij de eigenaar bent en ook waar je zelf inwoont. En deze vorm van belasting noemen ze dan ook wel het eigen woningforfait. En hierbij maken ze gebruik van een percentage van de waarde van de woning die ze gebruiken om bij je inkomen op te tellen. Ze maken hierbij gebruik van de waarde van de woning
op 1 januari van het jaar waarop je belastingaangifte doet. Dus in dit geval is dat 1 januari 2019. Wat was toen de WOZ-waarde van je woning? En die WOZ-waarde krijg je altijd in een brief vanuit je gemeente. Dus die brief kun je erbij pakken. En op die manier weet je precies welk bedrag je in moet geven. En afhankelijk van welke waarde jouw woning heeft, hangt daar een percentage aan. En voor de meeste mensen zal dat zo tussen de 75.000 en bijna 1,1 miljoen liggen. Oftewel 0,65% van de waarde van de woning wordt bijgeteld eigenlijk bij je inkomen. Maar de meeste mensen die eigenaar van een woning zijn, hebben ook nog steeds een hypotheek. En kosten die je daarbij maakt, kun je ook weer verrekenen tijdens je inkomstenbelasting, tijdens je aangifte. Tijdens de aangifte kun je namelijk aangeven hoeveel hypotheekschuld je had op 1 januari van dat jaar en op 31 december van dat jaar. En ook de betaalde rente die je in dat jaar hebt betaald. En die rente die je betaalt kun je dan verrekenen met je inkomen. Hoeveel voordeel je daaruit haalt hangt dus eigenlijk af van in welke schijf je valt bij box 1, bij het inkomen dat je verdient. Zit je nou in die bovenste schijf en betaal je veel belasting, een hoog belastingpercentage, dan kun je dat percentage ook gebruiken om hier te verrekenen. De meeste mensen zullen in die tweede schijf vallen, in die middelste schijf. En zul je dus zien dat je eigenlijk 38% maximaal kunt verrekenen van wat je aan rente hebt betaald. Het maximum wordt trouwens de komende jaren afgebouwd. Dus vooral de mensen die in de bovenste schijf zitten, die zullen daar getroffen door worden. In 2019 is dat namelijk nog maar 49%. In 2020 zal het 46% zijn. En de komende jaren, tot en met 2023, zal het langzaamaan worden afgebouwd naar uiteindelijk 37,1%. Wat je nog maar kunt verrekenen op die manier. En dit geldt dus allemaal voor de eigen woning waar je zelf woonachtig in bent. Maar het kan ook zo zijn dat je natuurlijk een woning hebt die je verhuurt. Als dat zo is, dat je dus een woning hebt waar je wel eigenaar van bent, maar waar je niet zelf in woont, omdat je dus verhuurd hebt aan iemand anders, dan is het zo dat de waarde van die woning min eventuele schuld van hypotheek of zo, die valt dan in box 3. En daar gaan we er gewoon straks naar kijken, want dat is het vermogen. En het leuke hiervan is trouwens, mocht je dus een woning hebben op die manier en daar elke maand huurinkomsten uit ontvangen, dan hoef je die niet op te geven. In ieder geval niet die huurinkomsten, want die huurinkomsten vallen dus niet onder box 1, onder een gewoon inkomen. Uiteindelijk zal hierdoor wel je vermogen toenemen en zal dus uiteindelijk toch wel op een of andere manier belast worden in box 3. Maar zoals gezegd gaan we daar zo meteen naar kijken. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat het een leuk, interessant onderwerp is waar ik misschien wel meer video's over moet maken. En meer mensen krijgen te zien op YouTube, wat dan alleen maar goed is voor het kanaal. Wil je zelf nou meer video's zien? Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan gaan we nu door met het laatste onderdeel van deze video. En dat is vermogen. En bij vermogen hebben we het dus eigenlijk over belastingen die vallen in box 3. Dit is voor heel veel van mijn kijkers een belangrijk onderdeel, omdat hier en het spaargeld en eventuele beleggingen invallen. Maar eigenlijk al het vermogen wat je hebt valt dus in deze box. En hierbij kun je dus denken aan, zoals gezegd, bank- en spaarrekeningen, beleggingen, contant geld of je dat nog hebt, uitgeleend geld of eventuele schenkingen. En mocht je nou schenkingen doen, kijk dan altijd wat je belastingvrij kunt geven, kunt schenken aan kinderen, kleinkinderen, familieleden. Daar heb ik trouwens al eerder een video over gemaakt en ik zal hem hier nog even linken. Maar bij vermogen valt bijvoorbeeld ook het aandeel wat je hebt in de VVE, de Vereniging van Eigenaren, als je een appartement hebt bijvoorbeeld, of cryptocurrencies. Dus heb je eventueel Bitcoin of andere cryptocurrencies, dan is het zo dat je deze moet aangeven. En hierbij geldt dan de datum van 1 januari, wat toen de waarde was, van 2019. Ik weet niet of het toen nog zo hoog was. Een paar jaar geleden was dat heel vervelend, want juist rond de jaarwisseling stond Bitcoin op bijna 20.000 euro. En had je dus Bitcoin op dat moment en nog steeds aan het einde van het jaar, terwijl het daar niks meer waard was, gehalveerd was, dan zal het toch zo moeten zijn dat je de waarde van 20.000 euro per Bitcoin toen had moeten aangeven, omdat dat de waarde was van 1 januari. En eigenlijk wordt in box 3 dus gekeken naar alle bezittingen die je hebt en dingen die nog niet in box 1 of in box 2 waren belast. En voordat we gaan kijken wat de belasting van deze box is, is er gelukkig ook een heffingsvrij vermogen in deze box. En dat is het bedrag dat niet meetelt voor de belasting in box 3. Dus heb je minder dan dat bedrag, hoef je geen belasting te betalen. Heb je meer vermogen dan dit bedrag, dan mag je dit bedrag nog aftrekken van je vermogen voordat er belasting over wordt berekend. En voor 2019 is dat bedrag 30.360 euro per persoon. Of mocht je nou een fiscaal partnerschap hebben, dan verdubbelt het naar 60.720 euro. En zoals gezegd vallen bij deze bezittingen in box 3 dus ook je beleggingen. Dus tijdens je aangifte geef je deze beleggingen of beleggersrekeningen aan. Wat je vaak zult zien is dat heel veel gegevens ook hier al bekend zijn. Als je ooit afvraagt waarom je zoveel gegevens moet
invullen eigenlijk als je een account opent bij de Giro of andere brokers. Nou, dat heeft ermee te maken dat je eigenlijk dus een bankrekening opent, een beleggersrekening. Dat deze gegevens ook altijd worden doorgespeeld naar de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft dus eigenlijk meestal alle gegevens al bij de hand. Het is alleen weer aan jou om te kijken of het klopt en of er eventueel nog iets veranderd moet worden. En tijdens het doen van de aangifte vul je dus eigenlijk alle gegevens in of vul je gegevens aan voor zover ze nog niet ingevuld zijn. En hierbij kun je dus denken aan welke rekening of broker is het. Is dat bijvoorbeeld de Giro of is het Bink? Wat was de waarde op 1 januari van 2019? Is er Nederlandse dividendbelasting ingehouden? En zo ja, hoeveel dan? Is er eventueel buitenlandse dividendbelasting ingehouden? Ook dat kun je aangeven. En ook daar kun je aangeven van hoeveel dat is. En als je dan denkt van, ja, hoe weet ik deze informatie nou? Waarschijnlijk heb je in de laatste weken een jaaropgave ontvangen van je broker. En hierin staat eigenlijk al die informatie waar we net zagen die benodigd is. Die staat in dit document, wat vaak maar een paar pagina's lang is. Pak bijvoorbeeld mijn jaaropgave van de Giro erbij. Dan zien we eigenlijk het voorblad met wat uitleg en wat algemene informatie. Het begint juist op de volgende pagina, daar zien we eigenlijk de portefeuilleoverzicht per 1 januari. En die was toen bijna 7400 euro. En trouwens ook degene van 31 december, toen die bijna 19.000 euro was. En iets daaronder zien we trouwens ook weer het dividendoverzicht, het ontvangen dividend en de bronbelasting per land. Dit is eigenlijk dus ter voorkoming van dubbele belasting. Want als je in het ene land al belasting hebt betaald, dan is het niet zo dat je dat bij ons land ook nog een keer moet bedoelen. En zeker in het geval van Amerikaanse aandelen. Heel veel grote bedrijven zijn Amerikaans. Daar wordt belasting geheven. Nederland heeft trouwens een verdrag met Amerika. Want waar Amerika normaal 30% dividendbelasting heft, kun je dat op die manier verlagen naar 15%, omdat dat het percentage is wat in Nederland toegepast wordt. Ik heb er al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken. Het gaat over het W8BEN-formulier. En als je dat invult, dan kun je dus gebruik maken van dat verdrag en dus de dividendbelasting op Amerikaans dividend verlagen van 30 naar 15%. En dit was dus het voorbeeld van de Giro, maar eigenlijk iedere broker geeft zo'n overzicht. De laatste weken heb ik er weet ik hoeveel ontvangen van de Giro, waar ik dus heel veel geld heb staan, tot en met Peaks, waar ik alleen mijn wisselgeld heb belegd. Alleen van FlatEx hoor ik dat daar geen echt overzicht van is. Daar moet je zelf inloggen en wat documenten gaan downloaden op hun site. Ze sturen het niet zelf naar je op. En ik geloof ook dat daar het dividend niet gespecificeerd is. Dus dat was een beetje jammer. Maar ja, dat is ook weer een Duits bedrijf. En de Duitse wetgeving is natuurlijk anders. Voor alle anderen is dat in ieder geval wel het geval. Het zijn ook allemaal Nederlandse bedrijven waar ik trouwens gebruik van maak. En mocht je nou benieuwd zijn naar welke brokers ik aanraad, onder deze video vind je verschillende links. Zoals gezegd van FlatEx, van Peaks. Er zijn er best wel veel manieren om je geld op verschillende manieren te beleggen. Laten we dan vervolgens even gaan kijken naar de berekening die je moet doen eigenlijk om te bepalen hoeveel vermogen je hebt voor box 3. Ten eerste heb je daar bezittingen. In dit voorbeeld heb ik daar 100.000 euro staan en dit is dus het geld wat je dus hebt uit bankrekeningen, spaarrekeningen, beleggingen en dat soort dingen. Eventueel een extra woning als je die nog hebt die je verhuurt. Daar kun je dus de schulden van afhalen. Eventuele hypotheekschuld voor die tweede woning die je hebt. Misschien heb je creditcardschulden of dat soort dingen. Die kun je dan hiervoor melden. Waardoor je uiteindelijk een rendementsgrondslag hebt van 100.000 min 12.000, oftewel 88.000 euro. Eerder had het al over het heffingsvrije vermogen van 30.360 euro per persoon. Dus in dit voorbeeld gaat het over één persoon. Dat bedrag kunnen we daar dus weer van afhalen, want dat is, ja, daar wordt geen belasting over geheven. En dan komen we uiteindelijk uit op een grondslag, waarover belasting geheven zal worden van 57.640 euro. Maar dan weten we natuurlijk nog niet wat we aan belasting moeten betalen. We weten alleen dat het bedrag van 57.640 euro gebruikt wordt voor de belastingberekening van box 3 dus. Dus laten we ook zeker even gaan kijken naar de tarieven die gelden in box 3. En dat tarief van box 3 is eigenlijk heel erg simpel. Dat is namelijk 30% over het fictieve rendement. En juist dat fictieve rendement, dat is eigenlijk niet zo simpel. Het is namelijk zo dat de Belastingdienst niet van iedere persoon weet wat hij nou echt aan rendement heeft gemaakt. En dat ze daarom uitgaan van een fictief rendement. Dat wil zeggen, afhankelijk van de hoogte van je vermogen gaan ze ervan uit dat je een gedeelte op spaarrekening hebt staan waar weinig rendement op wordt gemaakt. En naarmate je meer vermogen hebt, ga je vaak meer beleggen. Heb je misschien woningen, daar wordt meer rendement op gemaakt. En op die manier komt er dus een gemiddeld fictief rendement uit waarmee zij rekenen. Kijk ook naar een overzicht van de Belastingdienst, want er zijn ook hier drie schijven en verschillende bedragen dus. Zie je dat tot 71.651 euro ervan uit wordt gegaan dat 2/3, oftewel 67%, dat je daar een rendement op maakt van 0,13%. En dat is dus meer eigenlijk het spaargeld, ook al is dit percentage nog heel erg hoog vergeleken met het spaargeld wat je nu zult ontvangen, want daar is de rente 0,01, 0,02 als je geluk hebt. We zien ook dat er 33% van het vermogen dus tegen een percentage van 5,59% wordt berekend. En dat is dus het gedeelte wat ze verwachten dat mensen
zullen doen in aandelen of in huizen, waardoor je meer rendement hebt. En dan zien we ook aan het einde een kolom met gemiddeld van dit bedrag wordt dus 1,931% belast. In de volgende schijf, die gaat tot bijna 1 miljoen euro. Dan zul je zien dat het percentages, de verhoudingen, zeg maar, veranderd zijn. En daar komt dus gemiddeld op 4,44% gemiddeld rendement. En in de laatste schijf van bijna 990.000 euro, daar gaan ze vanuit dat eigenlijk al dit geld niet meer op een spaarrekening staat, maar dus wordt belegd en dat soort dingen, waar een hoog percentage rendement wordt gehaald. Volle 100%, zeg maar. En op die manier wordt dus 5,6% bijna belast. En pakken we dan het voorbeeld wat we net hadden van die 57.640 euro vermogen voor die grondslag. Nou, we zien dat het allemaal in de eerste schijf valt. Het is namelijk minder dan die 71.000 euro. Dat wil dus zeggen dat er tegen een percentage van 1,93% rendement wordt gerekend. Dan wordt de rekensom dus 57.640 keer 1,931% keer 30% belasting die we betalen. En daarmee betalen we dus uiteindelijk over dit bedrag 334 euro belasting in box 3. En dan zie je dat eigenlijk de belastingen in deze box best wel meevallen. Het is dus ook altijd veel aantrekkelijker om geld of inkomen uit box 3 te hebben dan in box 1, waar dus tegen een hoog percentage inkomen wordt belast, van tussen de 36 en bijna 50% in 2020 in ieder geval. En hier zul je dus zien dat het tegen een veel lager tarief wordt belast. Dus probeer altijd zoveel mogelijk inkomen te halen uit beleggingen, vastgoed en dat soort dingen, omdat dat juist in box 3 valt. Dan zul je wel zien dat in de toekomst de overheid box 3 de percentages en de berekening allemaal wil veranderen. Daar heb ik al eerder een video over gemaakt. Een voorstel over 2022 en welke impact dat heeft op spaarders en beleggers. Dat is nu nog niet het geval. Dus profiteer vooral nu nog van eventueel inkomen dat je kunt halen in box 3, dus tegen een lager belastingpercentage. Kijk dan ook nog even naar de jaarruimte, want dat is ook vaak een belangrijk onderwerp. Mocht je nou wel bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zijn en dus zelf voor je pensioen moeten regelen, of regelt je werkgever het niet voor jou waardoor je dit zelf moet regelen, dan heb je te maken met jaarruimte, want je moet zelf gaan kijken welk bedrag mag ik inleggen om zelf voor mijn pensioen te gaan zorgen. Zelf doe ik namelijk ook aan pensioenbeleggen via Brand New Day, en dit gaat dan over het gedeelte, het inkomen wat ik heb uit een eigen onderneming, waar dus nog geen pensioen voor wordt geregeld. Voor dat gedeelte zorg ik dus zelf voor mijn pensioen. Dus als jij in die situatie zit, dan is het zeker belangrijk om zelf je jaarruimte te gaan berekenen. Want op die manier kun je dus de premie bepalen die je af mag trekken tijdens je belastingaangifte. En dit is een heel uitgebreid onderwerp. De berekening is ooit wat lastig. Je moet met bepaalde dingen rekening houden. Dus meer over dit onderwerp zal ik trouwens onder deze video in enkele links plaatsen. Mocht je daar nog verder rustig eigenlijk alles terug willen lezen. Maar het komt dus op neer dat je zelf voor je pensioen gaat zorgen op deze manier, en dat je ook zelf bruto geld in kunt leggen voor je pensioen. Het voordeel hiervan is dat je dus op dit moment niet eerst belasting betaalt en dan pas inlegt, maar gewoon het hele bedrag kunt inleggen. Je legt dus eigenlijk meer geld in op dit moment, en dat kan dus ook sneller groeien. En je betaalt dan juist pas belasting op het moment dat je het geld er weer uithaalt. Nou, dat zal zijn tegen de tijd dat je met pensioen bent. Er is ook nog een lager tarief voor mensen die met pensioen zijn. Dus op dat moment is het nog interessanter om dus je belasting uit te stellen. Want niet alleen kun je meer inleggen wat harder groeit tegen de tijd dat je het eruit haalt, kun je het ook nog uithalen tegen een lager belastingtarief. Dus op deze manier is het zeker interessant om zelf je pensioen te regelen. En zoals gezegd, ik doe dat via Brand New Day. Daar kun je pensioen beleggen. En ook daar vind je trouwens een link van onder deze video. En dan komen we daarmee aan bij het laatste onderwerp van deze video. En dat zijn de heffingskortingen. En nadat je hebt berekend wat je aan belasting moet betalen, tijdens box 1, 2, 3, al die dingen komen aan bod, dan komt dus het bedrag uit wat je aan belasting moet betalen. Dan komen de heffingskortingen aan bod. En dat zijn dus kortingen die je eigenlijk op dat te betalen bedrag nog kunt doen. Dus daardoor kun je eigenlijk het bedrag wat je moet betalen verlagen. Iedere Nederlander heeft eigenlijk recht op heffingskortingen. Alleen niet alle heffingskortingen zijn op jou van toepassing. Dus het is zeker verstandig om te kijken wat deze heffingskortingen inhouden en of ze op jou van toepassing zijn. En ik wil in deze video 3 heffingskortingen gaan behandelen. En de eerste is de algemene heffingskorting. En deze geldt eigenlijk voor iedereen en is maximaal bijna 2500 euro als je de AOW leeftijd nog niet hebt bereikt. Je moet je wel rekening mee houden dat het inkomen wat je verdient, dat daar een percentage op wordt losgelaten, waardoor eigenlijk deze korting telkens wordt verlaagd. Dus hoe meer je verdient, hoe lager deze korting is. Ten tweede is er ook de arbeidskorting. En deze is voor iedereen die betaalde arbeid verricht en op die manier niet meer verdient dan 90.710 euro het afgelopen jaar. De korting is eigenlijk maximaal net geen 3400 euro. En er wordt met een percentage van je inkomen gerekend. Dus naarmate je meer verdient, zal de korting lager worden. Maar in het meest positieve geval
heb je dus eigenlijk 3400 euro aan korting. En naarmate je meer verdient zal deze korting lager worden. En als laatste een korting die aantrekkelijk is voor veel mensen hier, is de groene beleggingenkorting. En dat wil zeggen, als je beleggingen doet in bepaalde groenfondsen die door de Belastingdienst ook zijn goedgekeurd, dan heb je nog recht op een extra heffingskorting van 0,7% over deze groene beleggingen. De maximale groene beleggingen die je per persoon mag hebben of berekenen in ieder geval is 58.540 euro. Of in het geval van fiscale partnerschap wordt dat weer verdubbeld naar 117.080 euro. En op die manier heb je in ieder geval al een paar heffingskortingen die waarschijnlijk wel op jou van toepassing zijn. Ik weet niet in welke mate, maar grote kans dat je één of meerdere van deze heffingskortingen dus kunt toepassen. Maar er zijn dus nog meer heffingskortingen, maar kijk daar dus even naar tijdens je aangifte of die wel of niet van jou van toepassing zijn. Dat is vaak op een specifiek persoonlijk level, dus daar kan ik niet altijd op ingaan. Maar dit zijn eigenlijk de meer algemenere. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video, heb ik eigenlijk de belangrijkste onderwerpen wel behandeld. Ik ben niet altijd overal even diep op ingegaan, daar heb ik de tijd niet voor. Deze video is nu al lang genoeg zonder al deze diepgang. Maar heb je nog vragen of opmerkingen, laat ze dan zeker achter in de reacties onder deze video. Misschien kan ik er daarop ingaan of kom er op een later moment in een andere video wel weer op terug. En dan wil ik je tot zover bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen goed en leuk bevonden worden. Kan ik daar meer onderwerpen over maken. En het is goed voor het YouTube kanaal dat meer mensen deze video te zien krijgen. Wil je zelf nou meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje wat ernaast staat om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.